Er zijn vliegtuigspotters, autospotters, vogelspotters. Maar er zijn nog meer spotters. Achter me, treinspotters. We gaan eens kijken hoe de jongens en dames, misschien zijn er ook wat dames bij, hoe ze het doen, wat ze doen met die treinen. We gaan het u laten zien. Veel kijkplezier. Ik sta hier bij een treinspotter. Waarom treinen spotten en geen vliegtuigen? Omdat treinen eigenlijk al mijn hele leven mijn passie is. En ja, het grootte van een trein is gewoon heel speciaal voor mij. Hoeveel mensen dat ermee vervoerd kunnen worden en dergelijke is heel veel voor mij. Een vliegtuig gaat door de lucht en daar zie je niet veel van. Van een trein zie je toch net alweer wat meer. Nou, hier hebben we een bekende overvechterspotter. Je ziet ook hetzelfde met die andere spotters, dat ze helemaal gaan liggen en dan allemaal shots gaat maken. Doe jij dat ook? Of zeg je van nou, ik sta er en ik maak de mooiste shot? Ik sta meestal. Gewoon zo. Hoe ben jij begonnen als spotter? Ik zag een beetje op Insta, waar ik wil zoeken. Zag ik opeens zo'n foto staan en toen dacht ik, ja, ik vind treinen al mijn hele leven leuk. Dus waarom zou ik niet ook foto's gaan maken ervan? En wat is jouw mooiste trein die je gespot hebt? Ja, dat is de trein wat we toen straks ook hier hebben zien langsrijden. De 1700 van Rail Promo. Het is een goederentrein. De trein die wordt ook voor de Dinner Train gereden, die locomotief. Het heeft een heel mooi geluid. Ik vind de kleurstelling heel mooi. De ICNG, dat is de New Century City. Die vind ik leuk omdat het ook een zwarte kleur heeft, dat uniek is. En het heeft ook een andere soort vorm. Toch wel de 1700 ook. Die wat achter de Doriemetrein of voor de Doriemetrein zat. Is een hele speciale trein wat bijna uit dienst gaat. En heb jij ook een website? Ik heb een YouTube kanaal, heet Spoor 112 OV. Daar upload ik video's regelmatig. Instagram, dat is ovspotter_Dylan. Ik heb een eigen YouTube kanaal met treinen. En dat komt net in langs. Nee, zei jij. Spoor 9 heet het. Ik heb een vriendengroep opgericht, maar dat is helaas door wat dingen misgegaan. Dus ik ben hier helemaal opnieuw begonnen. En zijn er ook conducteurs die lid zijn van jullie of niet? Qua spotten, ik denk het zelf niet. Maar het zijn wel heel veel conducteurs die zeg maar je een dag mee laten lopen. Heb je ook treintoestellen thuis? Ik heb 15 modaaltreinen thuis. Waaronder de VIRM SLT, wat hier net op rondreed. En wat heel veel op dit station komt. En verschillende goederentreinen. Alle spotters die gaan overal naartoe. Dus het blijft niet op één punt staan, net zoals een trein. Maar doen jullie dat ook? Ik reis heel Nederland rond. S'morgens om 6:15 in de trein vanuit Limburg en dan ga ik naar Groningen, naar Schiphol, overal in Nederland. Ja. En s'avonds om 9:00 weer terug. Met de corona ga ik niet zo heel ver. Dan blijf ik liever in Utrecht. Het liefst ben ik in Brabant zelf, want daar rijden heel veel goederen treinen. Nou, ben ik benieuwd, hoe kom jij dan aan de informatie dat er hier een trein komt? Nou, ik heb onthouden een paar groepen op WhatsApp en ook gewoon sites op internet waar het melden. We gaan verder kijken, want ik zie volgens mij ook weer een trein aankomen. En welke trein wordt het? Hopelijk een goederentrein.